Als iemand slides in Twente maakt en als iemand een kennisclip in Amsterdam maakt, dan zou ik daar toch, als het met publiek geld is gebeurd, ook gebruik van moeten kunnen maken in Nijmegen en omgekeerd. De ontwikkeling bij de uitgeverijen van leermaterialen gaat natuurlijk ontzettend snel. Maar dat zijn veel leermaterialen ook die wij zelf op onze onderwijsinstellingen ontwikkelen. En het is ook heel goed om een belangrijk deel van de regie daar te houden, daar waar het ook ontwikkeld wordt. Ik denk dat het dus heel belangrijk is om daar ook aan de voorkant al goed over na te denken. Hoe kunnen we dat nu als onderwijsinstellingen op een goede manier gezamenlijk vormgeven en leren van elkaar?